Ik heb in Hartje Hasselt een afspraak met Vlaanderens meest bekende smoelentrekker, Jacques Vermeire, die na 17 jaar opnieuw gaat optreden. Wat zit je met te lachen? Meneer Peters! Goedemiddag, Jacques. Daar gaan we allemaal mee. Het is lang geleden. Hoe is het? Goed, prima. Ik denk, spreek maar af om 11:55, want... Ja. Jouw nieuwe zaalshow heet ook zo, hè? 11:55. Ja, het is nu... 10:12. We zijn eigenlijk iets te laat, maar dat 11:55 moeten zijn. Maar het is ook te laat voor 11:55. Is het waar? Ja. Is alles uitverkocht? Hasselt sowieso al alles op 1, 2, 3 uitverkocht. Ja. Maar je gaat toch terugkomen dan speciaal voor ons? We komen terug naar Hasselt, ik denk 18, 19 mei. Maar het is echt 10:12 en volgend jaar, hè, 2013. Want twijfel je dan toch wel ook aan jezelf in de zin van, kan ik dit nog wel? Is mijn hart oké om dit te doen? Mijn tikker, wil die wel mee? Stressgewijs en zo? Ja, tuurlijk. Ja? Nee. Maar het moest wel iets anders zijn. Ik ben 60 jaar, maar het is nu niet... Fysiek vind ik mijn eigen nog oké. Dat ondervind ik niet gezegd, hè? Dat niet Nee. Omdat je van je hart spreekt zo. Kan hem dan nog wel aan op dat podium staan? Nee, dat kan ik nog wel aan. Ja. Maar ik had wel... De angst is een groot woord, maar toch mijn bedenkingen. De stijl van vroeger, gelijk het was, die toen heel goed was. Luc Verschuren die altijd zei, en hier is het dan, dat moest toch iets anders worden. Ja. Ik moet ook veel typetjes doen, daar ben ik 100% akkoord. De mensen moeten dingen zien van vroeger, maar het moet nog, het moet niveau hoger. En er moet ook gezongen worden, daar moet muziek bij. Allee, het zijn allemaal stand-ups. Ja. Ik ga geen stand-up doen, maar ik ga wel af en toe praten over mijn eigen leven en verwijzen naar typetjes die ik dan ook ga spelen. Mm-hmm. Ik moet zoiets vinden dat de anderen niet doen. Zeg, Jacques, je zei het zelf al, hè? 17 jaar geleden stond je op het podium. Het is een ander soort humor tegenwoordig, hè? De humor is hard geworden. Ik kan er goed mee lachen, maar ik weet nog in een tijd... Ik was ook af en toe zo... scherp, een beetje kakapipi, wat ik toen ook wel toegaf. Maar als je dat vergelijkt met wat er nu gezegd wordt, was dat jommeke wat ik deed. Ja. Ik heb destijds veel problemen gehad met het typetje Jeanke de Visser. Dus Jeanke de Visser was een stotteraar. Dus, ja. Maar de bedoeling was niet om een stotteraar na te doen, natuurlijk, maar om het zo extreem te doen dat de zaal op een verkeerd spoor zat. Dus ik zei bijvoorbeeld een boterhammetje met ha 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 ha. En die zaal zei met hisp en ik zei, Amerikaan. Dat was de bedoeling om heel die zaal mee te laten gaan. Dat was zo over de top. Want al wat ik doe is een homo. Ik ben niet een nijpje. Dat was allemaal over de top. Die stotteraar, die stotteraars die bestaan niet. Maar ik deed dat gewoon om die zaal op een verkeerd spoor al te zetten en dat ze het voorzichten. Thermos mee. Ben jij een strenge vader of wil je een vriend zijn van kinderen? Ah, ik wil een vriend zijn. Is het waar? Ja. Omdat ik heb de perfecte opvoeding gekregen. Ik had een moeder, ik was enig kind. Ja? En onze moeder, die zaagde veel zo. Jackie dit en Jackie dat. Was een braaf mens. Hè? En ons vader die zei nooit iets. Dat was een hele rustige mens. Dat was een kameraad van mij. Ja? Die zei alles zeer rustig. En het resultaat is dat ik met onze moeder veel boel gemaakt heb. Hè? En met ons vader heb ik nooit één woord ruzie gemaakt. Amai. Ik trek dat door aan mijn kinderen. Die zeggen nooit tegen mij. En die profiteren daar ook niet van jouw zachtaardigheid. Nee, maar met mijn vader heb ik daar ook nooit van geprofiteerd. Ik heb daar nooit van geprofiteerd. En mijn kinderen doen dat ook niet.
En als ik zeg, we gaan slapen. Dan zegt hij ja, papa. Ja, papa. En babbel je nog een half uur in een bed? Dan babbel je nog een half uur in een bed. Hè. Dan moet ik nu toch niet feest voor zijn. Hè? Ben je wel een coole papa die zo alles oké vindt? Op hun bakken stoppen. Dat doe ik dan wel. Hè. Nou ja, of ik kan ze uit het venster naar de klaar zou vallen. Dat wel. Maar altijd even de rest. Nee, nee, gelukkig niet. Nee. Nee. Zeg, Sjaak, heb je zo'n bepaalde hobby's waar je wel eens veel geld aan durft uitgeven? Ik geef graag geld uit aan dingen waarvan ik vermoed binnen 20 jaar gaat het een veel groter opbrengst hebben. Ah, ja, ja. Ik vergelijk het allemaal met vrouwen. Vrouwen zijn gek op handtassen en schoenen. En die verzamelen dat omdat ze dat mooi vinden. Dus ik begrijp dat als man. Ah, ja. Ik verzamel stripverhalen, mooie dingen, prachtige cinemafiches. Ik heb een heel grote collectie, ook stripverhalen. Maar met dat verschil, dan zeggen de vrouwen tegen mij... De vrouwen, niet allemaal. De harem die zo, hè? Vroeger zeiden ze dat, hè. Ja, ja, maar jij koopt toch ook affiches? En jij koopt toch ook stripverhalen? Maar dan zeg ik zo, binnen 20 jaar zijn uw schoenen 0 euro waard. En zijn mijn stripverhalen en mijn affiches veel meer waard. Ik ben met stripverhalen begonnen in 1995 en mijn eerste winkelje dat ik binnenkom was hier, Wonderland. Het eerste wat ik kocht was zo een kuifje in kleuren en de eerste een druk. En dan wilde die een andere druk ook en dan wilde die een andere ook een eerste druk en dan wilde die... En dat blijft altijd maar... ja, dan heb je de Nero's, je hebt ze dan allemaal en je hebt alles van Tuin, je hebt dan alles van Suske en Wiske en beginnen wij met iets anders. En nu ben, op het ogenblik ben ik nu bezig, ben ik met Disney begonnen. Voilà, je Bambi is wel Disney. Die heb je nog niet? Heb je die al? Nee, heb ik niet. En die nee, ben nee, je eigenlijk aan het sparen? Ja, ja, maar ja, bedoel. Maar dat is toch, ik vind dat heeft iets, dit verhaal, dat ruikt ook lekker, dat is... En lees je dat dan ook? Dat koop je zo en dat laat je in dat plastiekje gewoon, dat zet je dan op een schap bij de 3000 andere boeken. Zet ik dat niet op een schap, niemand ziet dat, niemand ziet mijn hobby's. Dat is nu een voorbeeld van een boekje van de jaren 30, hè? Ja. Met een mooi rugje, dat misschien herdaan is of zoiets, dat kan soms, ik zie dat niet, dat kan gebeuren dat ze met originele... Rustjes nog wat, want dat wordt gedaan gerestaureerd. Hè? Ja, ja. Dat is ook, dat weten we dan ook. Hè? Zeg maar, je ziet in welke staat dat is. Dat is toch prachtig, hè? Ja. Zee, en dat is toch allemaal... Hè? Dat is toch... Allee, dat vind ik fantastisch, hè? Zo'n dingetjes allemaal. Dat zie ik graag, hè? Maar het is niet dat je dat dan leest of om de haarklappen vastneemt nee, aan je kinderen meegeeft. Nee, maar ik vind dat mooi. Ja. Ik vind dat mooi. We gaan voor bubbels. En flesbubbels. Een flesje, denk ik, hè? Ja. Een beste bruut. In orde. Dank u wel. Dank u wel. Ben je iemand die ook wel genoeg profiteert van het leven? Genoeg geniet? Of doe je dat te weinig? Nee, leuk. Ik geniet van het leven, hè. Tussen 89 en 95 heb ik alleen maar gewerkt. Dat zijn de jaren geweest dat ik alleen maar werkte. Daarvoor, tussen 82 en 89, was het zeer hard werken. Ja? Vanaf 89 tot 95 was dag en nacht werken. En vanaf 95 heb ik een heel normaal leven. Ja. En nu werk ik minder dan een andere mens. Maar natuurlijk, bij mij is werken, aan sketchen werken, vind ik dan ook niet echt werken. Allee. Misschien werk ik nog altijd wel door, maar ik sta 's morgens op tijd op voor de kinderen. Ik ga naar mijn bureau rond 8:30, ze zijn de deur uit. En ik heb de discipline om op mijn bureau boven te zitten. En ik kom eens naar beneden voor een tas koffie. En ik werk tot de middag, even eten en wij naar mijn bureau. Oh ja. Maar is dat hard werken? Nee, dat is niet hard werken. Hè. En ik ben ook met mijn hobby's nog bezig. Ook tussenin. Ik kan niet een hele dag zo alleen maar met sketchen bezig zijn. Zeg, Sjaak, het wordt een moeilijke, hè? Maar probeer jezelf eens te omschrijven in een paar woorden. Wat voor mens ben je eigenlijk? Ben jij een rustige, gelukkige, dankbare mens? Ik ben een gelukkige mens. Ik functioneer heel goed in mijn familie. Ik heb veel geluk gehad in mijn leven, qua werk.
Ik vind dat. Dat geeft al voldoende. En als rond mij iedereen gelukkig is, ja, automatisch ben ik ook gelukkig. Ik zie maar af als je voelt dat je best doet en dat het niet werkt. Maar als de mensen rond mij gelukkig zijn, ben ik ook gelukkig. Maar bij mij begint het nu weer, hè? Want ik heb tv gedaan. Hey, ik heb opgetreden tot 95, dan heb ik echt een heel schoon carrière gemaakt op televisie. En nu begin ik weer met een nieuw avontuur. Die cijfers die we binnenkrijgen van de verkoop, ja, dat is een spanning. Ja. Wat gaat dat geven? Wauw, fantastisch, die cijfers komen binnen. En ik ben weer, en dat is uw winkel die ook draait. Ook, ik heb ook nog een beetje dat commerciële in mij. Dat winkeltje draait heel goed. En dat is plezant als dat resultaat goed, ja, is. Jouw vriendin Muriel, dat is ook een heel mooi verhaal eigenlijk. Een heel mooi liefdesverhaal hoe jullie elkaar hebben leren kennen, hè, aan de schoolpoort. Mijn kinderen komen bij mij wonen, definitief. En dat is 4 jaar terug. Of 3,5 jaar geleden. Dus ik deed elke dag mijn kinderen naar school. En met mijn verloken, met mijn 2 gasten. En in het begin staan daar allemaal mensen te babbelen. Dus ik heb die... Ik stond altijd op afstand. De eerste 6 maanden stond ik alleen. En die vrouwen stonden wat verder. En ook wat mannen. Dus ik... En op een duur is er alleen maar dat je kind komt erbij. En dan doe je nog een klapje. En dan gaat een hele tijd over. En dan, mijn kinderen zijn dan een keer met haar kinderen aan het spelen. En dan doe je een klapje. En zo is dat geleidelijk aan. Dat heeft zijn tijd gehad. Is dat geëvolueerd. En mijn kinderen die zien die dood graag. Dat is onwaarschijnlijk. Mijn kinderen, als ze met een probleem zitten, bellen die naar haar. Dat is waar. Ja. Niet eens naar jou. En dat is de rots in de branding. En dankzij haar ook, in dat goede gezin, kan ik mijn werk doen ook. Ja. Is perfect. Perfect. Maar je moet daar geluk in hebben. Ja. Kan je ook dingen heel goed relativeren? Zo? Dingen die geweest zijn, relaties die niet lukken. Sla je dat makkelijk om, zo'n hoofdstuk? Of is dat iets waar jij lang over doet? Ik doe er lang over, hè. Ja? Ik doe er lang over, hè. Eva is Eva. Ik houd het allemaal in de oog nog, hè. Ik heb ook in mijn vorige relatie zomaar geen schub gegeven, hè. Het is niet dat ik daar vanaf zie, maar ik ben niet een type die veel relaties gehad heeft. En, nee. En als dan een relatie een einde komt, is dat altijd wat pijnlijk. En ik rond dat altijd zeer goed af. Ik denk niet dat je ooit de weinige relaties dat ze gaan kunnen zeggen dat ik een smerla ben of dat ik ze daar buiten gebonjourd heb. Ik los dat altijd zeer proper op. Ja. Dat wil ik maar zeggen. Ik heb van niks spijt in mijn leven. Ik heb een boeiend leven. Ik heb wel wat meegemaakt, maar ik heb ook daardoor boeiende dingen kunnen meemaken. Met het ouder worden, is dat iets dat jou afschrikt? Je weet, je bent 60. Je wordt 100 ongeveer. Ik hoop het, ja. Wat had je in gedachten? Je zei, ik word heel oud, heb je gezegd. Nee, ergens. Ik zou graag stokken. Je hebt soms de mensen die zeggen, wow, 80 mag het gedaan zijn. Ik wil stokoud worden. 95 echt. Of 103. Als dat kan, al kan ik me bijna niet meer bewegen. Maar ik heb zoveel hobby's en zoveel interesses. Mijn kinderen nog zien evolueren. Dat alleen al. Moesten ze mij nu de garantie geven dat ik later mijn volk alles kan volgen? Dat is al veel. Nee, dat is zo jammer dat je binnen 30 jaar of binnen 20 jaar... Ja, het is gedaan dat je het niet meer kunt volgen. Ja, dat is waar. Maar ja, aan alles komt een einde, hè. Ja, ik weet. Dat weten wij sowieso. Maar daarmee wil ik stokoud worden. Gewoon maar om nog bepaalde dingen te kunnen blijven volgen. Puur uit interesse. Maar waarom is leven mooi? Waarom is het leven mooi? Het leven is niet alleen mooi, hè? Maar je moet er het mooie van inzien. Je hebt optimisten en pessimisten. En ik ben een optimist. Maar het leven is niet altijd mooi, maar ik haal het mooie eruit. En in elke klote situatie moet je proberen er iets positiefs uit te halen. Dat is zo'n beetje mijn visie. Dit was Ching Ching. Graag tot volgend weekend.